Nou, we staan hier vandaag in Vianen. En naast mij staat Mara. Mara is van de organisatie van de Rommelmarkt, Luizenmarkt, hoe je het ook wil noemen. En hoe lang doen jullie dit al? Dit is de 42e keer dat we dit organiseren. Dat is behoorlijk lang al. En jij hebt altijd al in de organisatie gezeten of niet? Nee, nog zo oud ben ik nog niet. Nee, het is echt al. Het is met een groep andere mensen begonnen en steeds weer overgenomen. En het blijft een enthousiaste groep mensen die doorgaat. En ik begrijp hieruit dat het vooral de bewoners van Vianen zijn die dit elk jaar organiseren? Ja, het is de buurtvereniging De Hei en de oude vereniging die dit organiseert. Dus de opbrengst is ook voor deze partijen. En de mensen hebben natuurlijk allemaal gespaard, want ik zie hier heel veel rommel. En die nog heel goed is om verkocht te worden. Dit zijn allemaal bewoners hier uit Vianen zelf. Nee, ik hoop dat het mensen ook zijn uit de hele omgeving, uit Kuik en uit Haps en uit Vianen natuurlijk zelf ook. Maar Beers, echt een hele wijde omtrek komen mensen hier naartoe. Het is gewoon een traditie, hè? Tweede Pinksterdag naar Vianen. Ja, precies. En ik zie daar een hele mooie vrachtwagen staan waar een aantal dames van alles aan het organiseren zijn. Wat is daar precies aan de gang nu? Nu is daar een Rad van Fortuin bezig. Daar worden hele mooie prijzen verloot die ter beschikking zijn gesteld door de middenstand van Kuik. Daar gaan wij ook elk jaar even naartoe om te vragen of ze mooie prijzen hebben. En het is echt geweldig elk jaar weer. En mensen kunnen daar een loodje kopen en dan mee dingen aan met de prijs. En ik zag ook nog iets van een veiling, of hoe moet ik dat zien? Ja, om 11 uur is de veiling en dan worden de mooiste spullen van de markt, die houden wij achter en die worden per opbod verkocht. En ook weer voor de oude vereniging en de buurtvereniging. Nou, en wat kunnen mensen nog meer verwachten hier vandaag? Wat kunnen ze nog meer doen? Eunice is mooi aan het invlechten bij de kinderen voor een euro en die kunt ponyrijden voor een euro. Er zijn hele mooie oude tractoren die te bezichtigen zijn. De oliebollen van Minten natuurlijk, die zijn ook, ook een begrip eigenlijk in de wijde omgeving en heel lekker. We hebben een springkussen, ja, zo heb je. En de juweeltjes natuurlijk op de rommelmarkt die je kan scoren. Nou, we gaan ook heel even rondkijken en ik wens jullie nog heel veel succes vandaag en natuurlijk de komende jaren. Nou, dankjewel.